Een nieuwe plaat, ja. Een IJslandse titel. IJsland was puur vakantie. Puur vakantie. En die andere plekken waren voor inspiratie? Goh, eigenlijk ben ik niet op reis geweest met het idee dat ik op zoek was naar inspiratie. Maar het heeft mij gewoon geïnspireerd. Dus, Want op wat voor manier kan een plek inspirerend zijn? Goh, voor mij inspireert alles eigenlijk. Ik ben niet zozeer een artiest die geïnspireerd wordt of die aangezet wordt tot muziek maken omdat ik een bepaalde band geweldig vind en hun manier van muziek maken geweldig vind en dat ik dat dan ook begin te doen en dat ik dan plots mijn eigen manier daarin verder ontwikkel of zoiets. Voor mij is muziek gewoon een soort taal, zoals Nederlands en Frans een taal is. Is muziek een taal waarin ik vind dat ik me alleen makkelijk kan uitdrukken eigenlijk. Makkelijker dan een taal die ieder mens spreekt? Ik vind dat eigenlijk wel. Ik vind dat eigenlijk dat muziek veel meer nuances heeft dan woorden eigenlijk. Dat woorden vaak verwarrender zijn dan muziek. En dat muziek ook iets kan uitdrukken eigenlijk, wat je met woorden moeilijk kwijt kunt. De omvang van iets of de diepte van iets. Eigenlijk, met muziek kan je dat voelen eigenlijk. Als je iets leest op papier is dat niet altijd duidelijk. In welke mate dat er... iets bedoeld wordt. Ja. Dus heb je dat altijd al gehad? Dat muziek voor jou eigenlijk een logischere manier was, of misschien niet eens zozeer logischer, maar een betere manier was om jezelf uit te drukken? Goh, eigenlijk wel, ja. Voor mij is dat altijd zo geweest. Zelf los van het feit dat ik dat nu toe beroepsmatig, zeg maar. Allee, hoe moet je dat noemen? Dat klinkt wel vies beroepsmatig, maar ik bedoel, moest ik gewoon iets anders doen en gewoon voor mezelf thuis muziek maken eigenlijk, dan zou dat ook zo zijn. Ja, want je noemt al beroepsmatig, eigenlijk vind je stiekem een beetje vies woord misschien, maar ja. is dat onderscheid voor jou, is dat er totaal niet, beroep en hobby, passie? Maar ik denk dat er eigenlijk een bepaald onderscheid is. Ik maak zoveel muziek en ik schrijf zoveel muziek, dat ik wel een onderscheid maak tussen wat deelbaar is en wat niet deelbaar is. Ik vind dat ook evident. Wat bedoel je precies met wat wel en niet deelbaar is? Ik maak heel uiteenlopende dingen eigenlijk. Sommige dingen zijn experimenteel en heel interessant voor mijzelf. Maar ik denk niet dat er iemand anders zit op te wachten om daarnaar te luisteren. Dan zie ik ook niet nut om daar veel moeite voor te doen. Of iemand er warm voor te maken eigenlijk, om dat uit te brengen. Mm-hmm. Ik denk datgene dat je uitbrengt, is eigenlijk datgene dat je maakt, dat je als deelbaar ziet. Eigenlijk zoals een kok, hè. Ja. Allee, denk eens, het is een gerecht eigenlijk dat je als kok heel interessant vindt hoe je met bepaalde zuurtes werkt. Weet wel, hè. Maar daarom serveer je dat niet als een gerecht. Eigenlijk. Die gerecht die serveert aan mensen eigenlijk, en hij zegt van kijk, dat vind ik een goed gerecht. Dat is iets waarvan hij veronderstelt dat dat ook smakelijk is of dat te smaken valt. Heb je een voorbeeld van zo'n experiment wat wij nooit te horen zullen krijgen? Waar jij zelf heel opgewonden van raakt? Ja, veel, ja. Ik had vroeger zo'n een free jazz trio. Mm-hmm. Ik heb daar één plaat mee gemaakt. Vond ik zelf heel, heel geweldig. Ik denk dat er een duizendtal van verkocht zijn. Van die cd, internationaal. Als iemand aan de deur komt kloppen en zegt van, weet je, ik ben wel geïnteresseerd om dat verder uit te brengen eigenlijk. Weet je, heel graag. Maar om daar nu zelf actief mee naar op zoek te gaan, maar iemand, ja, het wijst zichzelf, weet je. Ik heb zoveel van die bepaalde fans die zeggen, ja, die vonden dat ik vroeger voor het experimentelere muziek maak dan nu. Die zeggen, ja, dat is jammer dat die experimentele periode er niet meer is. Maar als ik dan iets experimenteel uitbreng, dan zie ik toch niet dat ze dat kopen eigenlijk. Dus ik weet niet wat dat dan is. Is dat een soort snobisme? Of dan niet van mijn kant, maar misschien van de luisteraar? Is het dat je zelf het publiekelijke, om het zo te noemen, het publiekelijke experiment uit de weg gaat, omdat je toch wil dat zoveel mogelijk mensen je muziek horen? Of? Nee, ik denk absoluut niet. Nee, ik denk dat je gewoon eigenlijk moet... Ik heb een bepaalde manier van muziek maken eigenlijk, en een bepaalde kleur en een bepaalde handtekening. En een bepaalde, ja, soort bepaald universum dat je creëert met die muziek, dat je graag overbrengt. Ik denk dat op een album is dat universum volledig. Hè? Maar eigenlijk is het zoals als een kamer dat je creëert. Hè? Weet dat, hè? De kamer
mag van binnen heel bijzonder zijn. Hè? Bevreemdend, beangstigend. Weet je, maar als je niet aangeeft langs waar je die kamer binnenkomt, denk ik, dan zie je ze ook nooit. Hè? En ik, dat is dat mijn punt. Hè? Ja. De deur moet wel duidelijk zijn. Hè? En als je niet aangeeft wat er in de deur zit, dan komt er niemand binnen eigenlijk. En dan heeft het eigenlijk totaal geen nut. En daar ben ik me altijd van bewust eigenlijk. Dat je altijd zelf alleen een hand uitsteekt en dat dan eigenlijk mensen eigenlijk in je wereld binnentrekt. En als een keer dat ze in je wereld zijn, dat ze dan overleefd zijn natuurlijk aan datgene dat je aan voorschotelt.